Leuk dat jullie kijken. Ik ben weer in Lochem. Ja, hi. Ik ben Margriet van Randwijk. Ik ben cosmetisch arts KNMG en leefstijlarts. Ja. En we zitten hier lekker buiten in de natuur. Omdat dat heel erg belangrijk is. Dus dit is vanuit de leefstijlgeneeskunde. Hè, weten we, en überhaupt vanuit de geneeskunde. Contact met de natuur is heel erg belangrijk. En ook de vitamine D van het zonnetje. Ook heel belangrijk. Ja, dus die pakken we nu ook weer even mee. Ja, want we gaan het vandaag hebben over... Afvallen met medicatie, dat is nieuw in Nederland. En ja, met het oog op de zomer. En ja, iedereen wil toch lekker in zijn vel zitten. En we weten ook steeds beter natuurlijk dat heel veel overgewicht hebben niet gezond is. Ja, je hoeft echt niet allemaal een strak lijf te hebben. Maar gewoon wel dat je iets gezond bent. Dat je overtollige vetten allemaal weg zijn. Ja, dat je ook makkelijker de gezonde keuzes kan maken. Hè? Want de hele maatschappij, ja, die roept de hele tijd al die lekkere dingen, donuts en de frietkramen en alle Albert Heijn en de supermarkten liggen vol met allemaal lekkere dingen die niet altijd even goed voor ons zijn. Hè? Dus dat is meer vulling dan voeding. Ja. Dus we willen eigenlijk naar voeding voor het lichaam. Ja. Maar dat is soms best lastig, want we zijn als mens snel geneigd om te bezwijken voor het vet en het zoet wat om ons heen is. Ja. Ik hou daar zelf ook wel van. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ook. Ik hou heel erg van chocoladebollen. Vind ik echt heel lekker. Oh, lekker. Ja, maar ik doe altijd wel. Ik trakteer mezelf altijd in het weekend. Weet je, dus op vrijdag en zaterdag. En zo zondag, dan mag ik gewoon lekkere dingen eten. En dan de rest doe ik dat dus niet. Nee, doe ik ook. De 80-20 regel. Ja. Ja, dat is een hele goeie. Maar ja, soms lukt dat allemaal even niet. Of heb je genetisch wat meer last van snel overgewicht krijgen. Of soms heb je het gewoon heel, heel zwaar even. Of zit je in de mantelzorg voor een zieke moeder. Of... slaap je slecht door stress op je werk of financiële zorgen, dan is dat allemaal best lastig om dat onder controle te houden. Hè? Dan bezwijk je sneller aan de verleidingen. Ja. Dus bij de Holland Health Clinic begeleiden we mensen die willen afvallen. Ja. En ook leren om gezond te eten eigenlijk. De keuzes die makkelijk zijn, maar die ook goed zijn voor je lijf. Zodat je die voeding hebt en niet de vulling. En het nieuwe is dus nu dat we kunnen ondersteunen met medicatie. En dat is niet een pilletje, maar het is een prikpennetje, waar je trouwens helemaal niks van voelt. En dat is een middel wat de eetlust remt. Daar zijn ze een beetje bij toeval achtergekomen. Het was eigenlijk bedoeld voor mensen met diabetes type 2. Maar ze merkten dat die mensen ook veel meer aan het afvallen waren. Dus dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Maar ja, als je niet de hele dag honger hebt en de hele tijd denkt van, oh, zal ik die Snicker toch maar niet eten of zal ik die slagroomsoes toch maar laten liggen of niet. Dan dat scheelt de helft, letterlijk. Want, hoe vaak moet je dat doen dan, zo'n pen? Één keer per dag. Ach. Ja. En dan heb je dus... Ik wou zeggen, dus er zijn twee verschillende middelen, maar op dit moment is er één in Nederland geregistreerd. En die is één keer per dag. Oké, dus alleen mensen met een hoge BMI, wat jij zei... Nederland is het... sinds kort wordt het vergoed voor mensen met een heel hoog BMI, die is echt obese zijn. En die moeten dan ook gecombineerde leefstijlinterventie doen. Wij richten ons meer op mensen met een BMI hoger dan 24, omdat we eigenlijk willen voorkomen dat je ooit obese wordt. Mm-hmm. En dan moet je het alleen wel zelf betalen, dat is het enige. Ja. Maar we proberen de dosering ook zo laag mogelijk te houden, want je wil alleen maar een beetje zorgen dat gezond eten makkelijker wordt. Dat is wat we doen. Ja, en als je daar eenmaal in zit, dan gaat het ook best wel. Ja, hè? Precies. En dan is het, dan denk je, oh, lekker een salade. Ja. Dan heb je genoeg gegeten, dus je eet letterlijk de helft. Van wat je anders zou doen en daardoor val je af. En Margriet, doe je deze behandeling alleen in Lochem, Amsterdam of allebei? Of, Op beide locaties, zowel in Amsterdam als in Lochem. Dus hier in de prachtige Achterhoek doen wij dit ook, inderdaad. En we hebben bijna zo'n promotie, hè, voor over de Achterhoek. Ja, promotie, ik ben dol op de Achterhoek. Ik ook. Ja. Nee, ik vind het echt hier prachtig, hier echt geweldig. En we helpen mensen naar een gezonde leefstijl, zodat je ook het gewicht krijgt dat bij je past. Ja. En word je ook doorverwezen door de dokter dan naar jullie? Er zijn huisartsen hier in de omgeving die heel blij zijn dat we dit doen en dat we dit aanbieden. Zelf zijn ze natuurlijk heel druk, we worden met spreekuren, dat wordt natuurlijk steeds drukker. En op deze manier kunnen wij helpen. Nou, ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn wanneer jullie graag af willen vallen en dat jullie naar Margriet gaan in Amsterdam of in Lochem. Ja, als je meer wil weten over de behandeling, kijk gerust op hollandhealthclinic.com. Ja, nou, dat was het eigenlijk. Ja. Ik hoop een hele mooie zomer voor jullie allemaal. Ik ook. En voor onszelf ook, hè. Ja. Hey, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.